Vandaag krijg ik een uniek kijkje in de ouderenzorg. Ik ben bij de Amandelhof in Capelle aan de IJssel. En ik ben benieuwd hoe zij waardig ouder worden vormgeven. Goedemorgen. Hallo, Florian. Waar zijn we hier zo? We zijn in de Amandelhof, zorgcentrum van Cedra. Nou, hartstikke leuk. En we gaan volgens mij maaltijden bezorgen bij de oudere mensen die jullie hier hebben. Ik zou het leuk vinden als je een beetje een soortgelijk keukentenue aan gaat doen. Dus ga je even omturnen in een collega van mij. Ja. Dat is goed. Nou, ben benieuwd. Precies. Zullen we dat even doorlopen naar achteren? Als het goed is, ruikt je het eten al? Kijk, dit is de keuken. Fantastisch. Waar het allemaal zo bereid wordt. En wat staat er op het menu vandaag? Dit is de Meals on Wheels wagen waar we mee gaan lopen. Kijk. Wat eten ze vandaag? Het is stamppot boerenkool met een rookworstje. En spruiten met een sucadelapje. Kijk. Nou, dat is wel naar het bekje van de mensen hoor. Dat klinkt heerlijk. Nou, alles is hier zo'n 46 jaar oud. Oké. Okay. Dus hip en trendy is het niet. Maar goed, we hebben wel een heel mooi setje voor jou. Ja, dat kan prima. Nou, helemaal op zijn echie. Ja, helemaal Cedra. Moet hij naar voren gestrikt worden? Ja. Ja. Een echte SGP-kok, denk ik. Precies. We gaan langs de woners. Leuk. Leuk, we gaan ze opzoeken. Nou, het eten wordt klaargemaakt. Maar we gaan eerst alvast even een kijkje nemen bij een van de bewoners. Binnen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Zo, wat woont u ontzettend leuk. Ja, ik woon hier zeker leuk. Ja, want zorgen ze een beetje goed voor u? Ja, ik heb het hier echt heel goed. Ik heb niks te klagen. Komt u nog wel buiten? Nou, niet veel hoor. Ik ben namelijk bang dat de kou is of wat, want daar die ziekte zou krijgen. Ja. Daar ben ik echt wel een beetje bang voor. Ach. Zou u de SGP wat mee willen geven? De ja, Kees van der Staaij? Ja? Oh ja, natuurlijk. Maar die Kees van der Staaij natuurlijk, die geef ik 100% wat hij dan schrijft in de krant. Dat lees ik altijd. Ja. Ja. Nou, dan ga ik maar eens kijken wat eten blijft, want u zult wel trek hebben. Ja, nou ja, stamppot boerenkool. En dan is dat rookworst, vleesje, stamppot boerenkool en een appelmoesje en een toetje van de dag. Nou. Heeft u veel trek? Nou... Ik ben niet abnormaal hoor. Niet abnormaal? Nee. Ja, dan gaan we eens even kijken hoeveel. En een vleesjuur staat er nog. Die moet ik natuurlijk niet vergeten dan. Een klein beetje, ja. Dan is er wat. Klein beetje. Moet dat er overheen? Ja, we doen. Ja, een klein beetje? Ja. Dan moet ik niet te veel doen. Ja, hou maar. Kijk. Nou, fantastisch. Kijk, die ervaring heb je ook hier op zak, hè? Nou, daarom. Kijk, en dan... Ga ik dat netjes bij u op tafel zetten. Nou, het is geweldig. Nou, dan zou ik zeggen, eet smakelijk. Ja, dank u wel. Gaan we lukken, denk ik. Ja hoor. Kijk, nou, daar gaan we. Leuk hè? Ja, dit rijdt prima, net als het eentje. Dan moet niet de rolstoelen. Goeiedag, hallo. Ja. De laatste, dat is deze dan hè? Ja. Oh, deze aan de linkerkant. Ja, ik ben niet zo goed in links en rechts, dus dat toet. Ik ben nog een beetje achteruit. Oké. Okay. Zo, nou, alle maaltijden zijn bezorgd. Dan gaan we nu even een praatje maken met de medewerker Mike. Hoe ervaar je het om in de zorg te werken tijdens coronatijd? Ja, drukke tijd. Ja, het is een moeilijke tijd. En nou, we hebben 3 keer een golf gehad in de Amandelhof. En dat zijn pittige tijden, dat wel. Ja. Ja, er zijn nog steeds mensen die beweren dat het niet bestaat, maar dat kan ik soms niet uitstaan. Wij lopen hier in het pak en ons in het zweet te werken, maar, en die mensen zijn hartstikke ziek. Maar dan zijn er nog steeds mensen die er niet in geloven. Nee, bizar is dat. Ja. Wat motiveert jou om in de ouderenzorg te werken? De dankbaarheid van de mensen vind ik heel mooi. Ze zijn echt met iets kleins al dankbaar, al doe je maar een afwasje of zo. Dan, iedereen is blij dat je er bent en veel kunnen ze niet meer zelf, dus alle hulp is welkom. Ja. Want wat betekent volgens jou waardig ouder worden?
Nou ja, ik vind hier in Amandelhof hebben we natuurlijk een christelijk huis. Ja. En je kan heel veel voor de mensen betekenen, ook vragen over het geloof kun je het over hebben. En in moeilijke periodes lezen we met mensen uit de Bijbel en anders ook als ze erom vragen. Zeker in zo'n huis vind ik het wel belangrijk, want sowieso dat je s'avonds, misschien even met, zeker met de mensen die het niet meer kunnen, dat je er bidt en 's ochtends en voor het eten. En zeker ook in moeilijke gevallen of moeilijke periodes of als mensen op hun sterfbed liggen, dan kan het ook heel waardevol zijn. Ja. Nou, bedankt voor het gesprek en heel veel succes en sterkte met je werk. Ja. Dan ga ik mijn koksmuts weer inleveren. Doe dat. Ja, super. Doe. Tot ziens. Doe. Nou, super bedankt voor vandaag. Ik vond het erg leuk om hier te zijn. Leuk, ik vond het ook heel erg leuk. Je hebt nou een beetje een beeld hoe het hier gaat met de bewoners. Ja, dus nou, ik heb de koksmuts heb ik in ieder geval bij. Dus die, leuk, maak er thuis ook nog even een showtje van. Ja. En ga vanavond lekker achter de pannen. Dat sowieso. Huh? En ik kon graag een keer helpen natuurlijk. Dat is heel erg leuk. Nou, ja. Bij deze alvast van harte uitgenodigd. En dan vanaf april in de nieuwe situatie. Okay. Waarbij het koken ook heel anders zal gaan, want dat gaan we dan op de afdeling doen. Oh, maar erg leuk als je zeker een keertje ons komt bezoeken en misschien een keertje mee gaat draaien in de keuken. Nou, heel graag. Leuk. Nou, helemaal goed. Dankjewel. Fijne dag. En succes met je eentje. Gaat lukken. Dank goed je. Zo. Doeg. Doeg.